En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het nieuwjaar is nu bijna een maand onderweg. Eens kijken of bezoekers van de Druutense Markt zich nog houden aan hun goede voornemens. Nee. Beetje afvallen. Nee, absoluut niet meer. Heeft u wel eens goede voornemens gehad? Ooit. Op dezelfde voet verder als vorig jaar, alleen zonder corona. Dat zou het mooiste zijn. Nee. De kerstkilo's die willen we graag kwijt. En dat gaat wel lukken. We zijn al een beetje kwijt, dus dat is het goede voornemen. Prima, ja, voor onze leeftijd valt dat best wel mee allemaal, hè? Ja, zeker. Zoals wat? Nou, niet te veel snoepen. En goed bewegen. En nooit chagrijnig zijn, en dat ben ik toch nooit. Ja, als zij dat willen, dan is dat helemaal prima. Nee, de ouderen zijn ook goed. Liever voor elkaar zijn. Minder drinken, minder roken. En goede vakanties houden. En genieten van het leven. Meer gaan sporten. Ja, nog meer eten. Nog meer drinken. Nee, heb ik niet aangedaan. Nee. En wat vindt u ervan als mensen goede voornemens bedenken? Dat is altijd goed. Het is altijd goed om alles te willen verbeteren, denk ik. Niet dan? Als je echt iets belangrijk vindt, dan moet je het gewoon doen. En anders, ja. Ik vind het wel fijn. En als ze er eigenlijk nou nog maar een beetje aan houden, dan is het wel helemaal fijn. Ja, vind ik prima. Oh, dat moet ieder voor zich weten, hè? Nee, het is bij mij ook altijd mislukt. Nou, ik hoop dat ze uitkomen voor die mensen. En heeft u nog tips voor mensen die goede voornemens hebben, maar die eigenlijk snel al mislukken in het begin van het jaar? Nee, zou ik zo niet weten. Nee. Vooral blijf jezelf en wees trots op jezelf met alles wat je doet. En ga vooral zo door. Je mag zijn wie je bent en blijf ook wie je bent. Altijd positief blijven en niet te veel aan corona denken. En gewoon genieten van het leven. Want het is maar even, hè? Ja, standvastig zijn, hè? Ik weet het niet. Volhouden. Ga iedere dag wandelen, zou ik zeggen. Ja. Dat is een van de weinige makkelijke dingen. Lekker naar buiten gaan. En bezig zijn. Ik weet wel iets, maar dat is voornamelijk kip blijven eten. Dat is voor ons het beste. Ik denk dat het gewoon tussen de oren zit. Dus als je iets echt graag wil, dan gaat het lukken. Toch een beetje de moed erin houden, zou ik zeggen. Hè? Niet te groot, niet te hoog grijpen. Ik denk dat dat wel lukken zal. De doelen heel klein stellen. Dat lijkt me een goed idee. Gewoon door blijven gaan, weer proberen. Ja. Ja, vaak komt er niks van terecht. Hè? Dan beginnen ze eraan en vaak wordt het toch niks. Gewoon wat je anders ook doet. Gewoon mee doorgaan en voor de rest gewoon die gang gaan. Maar niet met van alle handen voornemens, omdat het toch niet komt niet uit.